ben hier om te kijken hoe de organisatie van het Magica Festival in Almelo gaat verlopen. En voor zover ik het nu kan bekijken, wordt het ten eerste heel goed georganiseerd door Marianne, die iedereen hier kent. En verder, ja, een prachtige locatie. En we hebben een stel hele goede goochelaars die hier gaan optreden, waar de Almeloers en mensen van verder buiten heel veel plezier aan zullen beleven. Misschien is het beste als ik met dit koord, dat ik meteen maar begin om er een eind aan te maken. Oh, liever niet hoor. Ja, het is toch wel. En een aantal theaters die worden in de leegstaande winkelpanden gemaakt. Dus dat wordt er helemaal betoverend Almelo, zou ik kunnen zeggen. Het lijkt me dat het heel goed en leuk gaat worden. Nu zijn we hier in het oude pand van Van der Bijl aan de Grote Straat. En wat gaat er gebeuren en wanneer? Nou, dat ondervindt een metamorfose, dat is ook wel toverachtig. Want het gaat House of Magic heten tijdens dat festival wat van 11, 12 en 13 september hier in Almelo plaatsvindt. Dus als ik nu een koord neem en ik maak daar zo'n lus in en ik doe het over mijn hoofd heen en leg er dan een knoop in, dat is toch overtuigend lijkt mij en ook wat prettiger. En dat trekt dan dwars door mijn nek heen en dat was het ene was het begin van het einde, dit was het einde van het begin. Regelde ik interview met Jacques Chapelle. Die man die werkte bij de Wereldomroep, die is nu helaas overleden. Die deed de laatste jaren fitnessverslag. Maar in mijn tijd, Wereldomroep. En al die mensen die op Al de West staan, een transistorradiootje nam. En die luisteren wat wij te vertellen hebben. Hè? Ik zeg, Jacques Chapelle, joh, ik zeg, moet goed luisteren. Ik zeg, lieve Nederlanders, ik weet dat u luistert. Ik zeg, ik ben niet de beste in berg op rijden. Maar jullie staan morgen op de Al de West met 25.000 man en jullie kunnen mij wel helpen. Jacques Chapelle zegt, hoe dan? Ik zeg, nou, de eerste de beste Nederlander die mij ziet in bocht 2, die moet mij gewoon duwen. Totdat hij bij de volgende Nederlander is. Ik zeg, jullie staan er wel bij 25.000 man, dus als je één lange rij maakt, ben ik zo boven. Als Chapelle zegt, je bent net een gek. Ik zeg, ja, wat ze doen, ben ik wel blij. Als een uitgeknepen citroen, jongen, zeg ik, zat ik daar op de vis. Maar ik hoor tussen bocht 1 en bocht 2 over de berg galmen. Hij komt eraan, hij komt eraan. Maar ik kwartje vroeg gelijk. Ik zei, dit is voorbij. Hè? Dus ik trek split naar bocht 2. Ik denk, want daar moet wel een kop rijden. En daar stonden ze, alle Nederlanders. En ik ging van een handje naar een handje, jongen. Ze begonnen mij te duwen. Zoveel gang heb ik naar Noord-Gaanberg om. Bocht 6 en bocht 9. Dat zijn de snelste bochten van de oude universiteit. Ja, mevrouw Emma, ik moest gewoon remmen. Hier vanuit Nijverdal, Secundelle door naar gereden. Rob Harbeling. Excuses. Ze gingen naar die Nederlandse renners kijken, want dan kreeg je voetes. Dus ja, dat was te danken aan jou. Ja, dat zal toch niet meer wel, maar dat was dus zo. Gebeurde wel. Ze zagen, we komen Nederlander aan en dat stond al, soms allemaal. Maar dan hadden wij de volgende truc. Dat was dat wij moesten dan zo doen en dan dit gebaar maken. Maar hij zei, prim, maar dan moet je gewoon zeggen, blijven duwen, blijven duwen. Dat verstaan niet van gewoon. Dus die jury die dacht van, ja, ik kan er niks aan doen. Ja, ja. Maar het is een, dit is voor mij een opwarmer. Hè? Je moet een beetje in aanloop nemen, een beetje infietsen. En dit is eigenlijk in de aanloop naar de Ronde van Almelo een mooi begin. Om eens even te luisteren naar twee matadoren die heel veel van fietsen af weten en die ons heel veel kunnen vertellen en ook op zo'n avond kunnen vermaken. Gert Jacobs staat ook bekend voor zijn mooie anekdotes. En ook Rob Harmeling kan het op een hele bijzondere, ludieke, maar ook evenwichtige manier vertellen. Jij wordt me geholpen. Nee, maar Robby, ja, maar ik kan wel op, dat gebeurt me niet. Maar weet je waarom dat gaat? Die Rob is er nu toe. Dat is gewoon een klein zoentje links op de wang, een klein zoentje rechts op de wang en voor de rest doen ze helemaal niks. Dat kun ik toch wel. Of niet? Ja, maar ik kom uit Drenthe en dan doen ze dat anders, hè? Want die derde is plat op de bek. Nou ja, wij zijn elk jaar weer opnieuw bezig om de wielerronde te vernieuwen. En voor te zorgen dat er een fantastische wedstrijd ontstaat. Maar met name ook het randprogramma moet natuurlijk voor heel veel
heel veel mensen in de regio een geweldig feest zijn. En dat, neem van me aan, dat wordt het ook deze keer. Dit wielercafé is een geweldig leuk initiatief, waarin we toch een inkijkje krijgen in het hele wielrennersveld. Ja, maar we hebben elk jaar ongeveer zo'n 40.000 bezoekers bij de wielerronde. En in die zin ben ik ervan overtuigd dat ook dit jaar weer een geweldig feest gaat worden. Hier bij AFM, studio van inderdaad Omroep Almelo, AFM. Paardjes in de studio, wil je er nog bij zijn? Geen probleem. Dan gaan we tot 11 uur bij je varten. Welkom, de havenoot zijn er 17 in Almelo. Santo Domingo, kom in naar de nieuwe single. En dan hoor je natuurlijk in de Velvetown Show. Tot 11 uur vanavond vanuit Almelo. Nou, is het een beetje verwarrend, hè? Want je hebt het over je vrouw, hè? Maar je hebt het ook wel eens over je man. Hoe zit dat? Zo gauw Roos Murphy niet meer Roos Murphy is, maar zichzelf is, dan heb ik het zeker over mijn man. En daar ben ik uiteindelijk ook mee getrouwd. Zo gauw ze gaat optreden, dan gaat de jurk aan, de make-up op en het haar op. En dan is het Roos Murphy en dan is het zeker mijn vrouw. I remember I was a little girl, dreaming of being a princess in my glamour world, looking pretty, singing lovely songs, and the world was a big party, dancing all night long. Someone told me, you won't be a star, you are just a dreamer, you ain't gonna get that far. But I never lost my self-esteem, and I work to make my dream become reality. Ja, ja, wat zij doet is puur theater. En in Nederland wordt dat allemaal travestie genoemd. In Engeland noemen ze dat, of in het Engels noemen ze dat drag queen. Vinden wij ook een betere benaming. Travestie is een heel groot verzamelwoord, ook voor mannen die het prettig vinden om vrouwenkleding te dragen. Dus daar een bepaalde opwinding bij voelen. En een drag queen zijn is puur theater over de top vrouw. En ja, hoe meer over de top, hoe meer glitters, hoe meer glamour, hoe beter of het is. Ik deed op in heel Nederland. Ja, echt overal. Veel in Amsterdam, veel in het zuiden van het land, in het oosten van het land. Ja. Dus ja. Nou, wij houden hier bij de rugbyclub, de Big Bulls, houden wij de Experience Day. En wij willen heel veel mensen kennis laten maken met rugby. En we hebben ons dit jaar echt specifiek op de dames proberen te richten. Omdat het toch heel vaak een beeld is dat rugby niet voor vrouwen is. Nou, wij willen dat beeld een beetje weghalen door te zeggen dat rugby voor iedereen is. En ook voor vrouwen, ook voor meisjes, ook voor dames. In het begin dachten wij alleen maar meisjes en dames uit te nodigen. Maar toen dachten wij van nou, misschien is gewoon, rugby is voor iedereen. Dus we nodigen ook gewoon de jongens uit. Ja, het is voor, ja, voor iedereen. Dus de waarden en normen van rugby die zijn anders dan, of anders. Wij staan nogal op respect. Wij vinden het belangrijk dat je dus goed met elkaar omgaat. Wij houden de regels, hoe zeg ik dat nou? De regels zijn gewoon heel belangrijk. En dat hebben andere sporten natuurlijk ook wel. Maar daar wordt heel vaak door de vingers heen gekeken en dingen goedgekeurd. En dan gebeurt er nog wel eens wat. So, so, yeah, like you tell everybody.
Ik kom oorspronkelijk van de Rotterdamse rugbyclub en ik speel bij de Nederlandse Dames Sevens team en dan trainen we in Amsterdam. Ja. Dus de nationale club eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. De Nederlandse Rugbybond en jullie zitten in het hoogste team. Wat kom je hier doen? Wij komen hier de kinderen lesgeven over rugby. En we proberen ze te inspireren zodat ze bij de Big Bulls komen spelen. En we hopen dat ze heel veel plezier hebben met wat wij... Dat is wel een van de belangrijke dingen bij rugby? Zeker weten, dat is altijd zo. Ja. En hoe doen ze het? Nou, ze doen het hartstikke goed. Ja. Je ziet hier wel toekomstige sterren. Zeker weten, zeker weten. Wij staan hier nu weer op dezelfde plek als we de vorige keer ook stonden. En we hebben nu beloofd dat we de markt zullen laten zien. Dat is, hebben we het ons heel erg moeilijk meegemaakt, want het is haast niet meer te herkennen. Gelukkig hebben we meneer Frits Berghoff vrijheid gevonden om mee te gaan, want die weet nog een beetje hoe het vroeger was. En bovendien trouw die mijn vrouw, die weet het ook nog wel heel goed, want die ging vroeger altijd met haar moeder hier naar de markt. We staan hier ongeveer op de plek waar burgemeester Ravensloot ook stond toen hij dat herdenkingsteging van de oorlog met die vlam er bovenin, toen hij dat hier opende of onthulde. Onthulde. Dat. Ja. En die stond daar zo naar boven te kijken naar die, want dat was niet zo'n grote kerel, naar die vlam. Ja, dat was, ding is trouwens ook al op twee andere plaatsen ook geweest. Ja, staat nu bij het nieuwe gemeentehuis. Ja. Maar heeft daarna, heeft het, vanaf hier is het gekomen bij de markt. Hè? Tegenover het oude verkeershuis. Ja, hè? Waar de laatste galg ook gestaan heeft. Ja, de laatste galg ook gestaan heeft. Ja. Ja. En wat zondags ook altijd leuk was, hier naast het gedenkteken. Ja. Daar kwam zondags, ik denk zo rond een uur of zes, kwam het leger de Zels. Met muziek voorop kwam daar aan slenteren. Ja. En die vormde hier een kring en er werd er gezongen en er werd er gebeden. Ja. En degene die interesse had, mocht later mee naar de zaal in de bond. Ja. Dat was heel goed herinnering. Ik kon dan bekeerd worden. Ja, en als je dan nou zo naar die stenen kijkt hier, hè, dat is dan het nieuwe. Maar dat waren vroeger allemaal die kinderkopjes, hè? Dat, echt dat oude nog. Echt het jammerlijke ervan is, je kon net zoals hier dus de rechte baan, je kon er helemaal omheen rijden. Ja. Want dat deden de bussen ook. Ja. Want we komen straks op het punt terecht waar het busstation was. Ja. Dus de bussen die moesten altijd een rondje maken. Ja. Ja. En later heeft men nog een doorgang gemaakt met twee weggedeelten. Ja. Toen leek wel of je nu een tweebaansweg door de stad heen had. Ja, dat in twee gedeeld. Ja, dat klopt. Ja. Daarvoor was het één groot plein. Ja. 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 En zo werd het dus steeds verder stuk gemaakt. Ja. Iedere keer weer opnieuw. En dit dan? Dit is... Ledenboer. Het pand Ledenboer. Ledenboer. Ja. Ledenboer en co. Nee, Ledenboer en zoon bankiers. Bankiers. Ja. En is nu een of ander... Ja, het is nou een uitzendbureau zit erin. Dat is, het is in ieder geval in de mooie... het is een mooi pand gebleven. Ja, men heeft het goed opgeknapt. Het is ook uit bankgebouw gebouwd. Ja, dat kun je helemaal zien. Ja, dat is moest statig zijn. Het bankgebouw, dat had dus vroeger, waar nu dus de dichte ramen zitten, dat was vroeger dus gewoon open. Men kon dus echt dus gewoon naar binnen heen. En het is ook in de oorlog heeft het dus nogal behoorlijk wat te lijden gehad. Want daar hebben zich Duitsers zich tot het laatste moment hebben zich daar verschanst. Ja. En toen kwamen dus de Canadezen. En die hebben dus daarop geschoten, maar dat weet jij beter als ik. Nou, ik weet dat die Duitsers zo dom waren om te gaan schieten. En toen kwam daar een tank om die hoek in en die scoort twee keer. En toen was het, er zaten enorme gaten in en toen kwamen de Duitsers met handen omhoog naar buiten. Oh, dat was hier. Dat was hier, Die twee, wat jij net zei, die twee ronde ramen, dat waren gewoon deuren. Op ditzelfde punt ook, dat kan ik me ook nog wel vaag herinneren. Na de bevrijding is dus de koningin hier geweest.
En die kwam ook vanuit het Schotland met een grote limousine. Kwam die hier aanrijden, hiervoor. En ongeveer op dit punt... Waar we nu staan... Stonden ja? boerendansers. De boerendansers van de koningin. Ja. De koningin die stapte. En daar was koningin... Juliana. Juliana. Ja. En dan zie je dus, op een gegeven moment zag ik de burgemeester Ravenslo. Die staat er dus bij die auto en die staat uit te leggen wat hier allemaal gebeurt. Oh, ja. En het stond echt zwart van het volk. Ja, maar de koningin was met Prins Bernhard, geloof ik. Met Prins Bernhard. En ze kwam dan niet eerst de auto uit. Ze kwam de auto niet uit. Ze bleef mooi zitten. Ja. Ja. Waar nou die groene platen aan zitten, daar zit de oude geveltje nog achter. Ja. En daar staat nog op, tabaksfabriek Het Paard. Ja, dat is nog niet dus zo lang geleden. Die platen zijn vernieuwd en toen was er ook een foto in de krant waar dat op stond. Ja, ik zeg dat net met die, dat die Canadezen terugschoten, maar weet je wel dat toen de Nederlandse bevolking, of de Almeloze bevolking, die kende helemaal geen oorlog, maar hier was voor de oorlog praktisch met hier gevochten. Hè. Ja. En die halve garen die liepen hier ook allemaal naar rond, ook nog toen er geschoten werd. Ja, toen moesten ze natuurlijk maken dat ze weg waren. Ja. Maar het was hier zwart van het volk dan. Ja, met de bevrijding. Ja. Ja. En die Canadezen, jongen, dat waren kerels. En die hadden dikke nekken. Ja. En het was in heel Nederland liep er niemand meer met een dikke nek. Hè, dat was allemaal dun geworden. Ja, dat was allemaal dun geworden. Dat waren supermensen. Ja. En daar woonde de directeur van de gevangenis. Ja, daar in dat huis volgens mij. Ik denk op nummertje 1. Ja. Maar het waren eigenlijk later ook dienstwoningen dus van de gevangenis. Rebergen. En Rebergen, dat was een kapsalon. Ja. Aan de voorkant, aan de rechterkant hier dus, de damesalon. Ja. En aan de linkerkant, met de aparte achteringang, was de herensalon. Ja. En zolang als de oude heer Rebergen heeft geleefd, heeft hij nog nooit een elektrisch trimapparaatje of scheerapparaatje gebruikt. Hij deed alles met schaar en met een kam, zeg maar. Ja. Gewoon een ouderwetse manier. Echt de hele ouderwetse manier. Maar die kapper ging jij ook altijd in, hè? Ja. En aan de dameskant ook altijd alles met de hand? Ja, dat zal wel, dat denk ik wel. Vroom zullen ze wel niet gehad hebben. Dat was in die tijd. Laatst aan een droogkap. Dat was in die tijd, dat was het. Maar dan kreeg je dat bruggetje vroeger. Ja. Dat was een houten bruggetje in volgens mij. In mijn jeugd was het een houten bruggetje, want aan de overkant zat de groenteboer Rekers. Ja. Rekers, ja. En daarna zat nog een schoenmaker op de hoek van de Korte Prinsenstraat. En in dat pand van Rekers heeft later nog zo'n Rotan van gezeten. Dijkstra. Ja. Ja. En waar we dus nou hier naar staan te kijken, nou... Als je daar vroeger stond, dan kon je je neus wel ophalen. Ja. Want dat was dus, hier was dus het busstation. Ja. En daar zat ook een kraam, ook een ijskotentje heeft er nog bij gestaan. Kan ik me vroeger ook nog herinneren. Maar hier stonden de bussen van, ik dacht de OAD. OAD zoals OAD, het vroeger. En de Wato misschien. Wato. Of misschien ook nog wel Meinders, Touringcast. Ja, dat weet ik niet precies. Kunnen, Maar de mensen die moesten lang wachten en dan moest er even geplast worden en dat gebeurde meestal tegen zo'n bol. Ja, en niet alleen plassen, maar ook wel een rode boodschap. Ja. Had je daar, was dat geen een of andere busstation, maar een soort overkapping? Een overkapping, Nee, maar dat was niet alleen een overkapping. Dat was aan de achterkant was de ingang en aan de voorkant was die helemaal dicht. En aan de zijkant dan ook was er dus echt een huisje met een open deur, laat maar zo zeggen. Ja. Maar zo hebben we ook een tijd gehad dat je vroeger dus bij spreekt met 4 of 5 mei had je dus hier dus de muziektent staan. De muziek, de ronde muziektent. Ja, die stond iets verder die kant op. Maar ook later hebben we hem hier eens gehad met ook wel met oud-baders voor de schooljeugd. Ja, klopt. Ja. Dat was een soort, het was geen tent, maar dat was een houten. Helemaal demontabel. Iedere gemeente had zo'n muziek. Als kind kon je er heel mooi in spelen. Ja. En dan had je dus hier bij het ingang van Schotland die brug, die is er altijd geweest. Die had alleen dus een stenen muur. Ja, dat was een hele mooie brug. En dan links van de Werfstraat, daar had je heel vroeger de Stoffenmarkt. De Stoffenmarkt, En die liep helemaal door richting de haven. Ja, richting weer de haven. Ja. En daar stond ook nog weer een oude kiosk, een sigarettenkiosk. Ja. Ja, een hele mooie. Ja. En dan, rijinstalling. Die wou nu zeggen, daar had je naast de Werfstraat, kan ik me nog herinneren, dat was Schulte. Ja. Schulte, Wiesje Schulte, die ken ik dan, dat meisje.
Maar die hadden daar een rijwielstalling. Ja, en daar kon dan iedereen, dat kostte geloof ik een dubbeltje. En dan kon je daar de fietsen plaatsen voor mensen die daar de stad in gingen. Ja. En die dat zitten kun je eigenlijk daar prachtig mooi herkennen aan die bomen. Maar dat zijn nog de oorspronkelijke bomen. Die twee dus. Ja. De overkant, dat is ook allemaal nog oud zoals het vroeger was. Dat was het hotel, café, restaurant Markzicht. Markzicht. Met 10 kamers. Ja. Oh, 10 kamers. Ja, die uitbouw, met het witte aan de linkerkant, daar zat de groentezaak in van Kist. Ja. Kist. Ja, ja. En links naast Kist, daar woonde meneer van de Oud-IJzer, zei ik altijd, meneer Haas. Haas. Voor Van Laar. Oh ja. Wat vind je daarvan? Nou goed, daar kun je zo je eigen gedachten over hebben. Ik vind het persoonlijk, als ik het echt zeggen moet, drie keer niks. Ik ook. Ja, ik vind het ook niks. Ik snap het ook niet. Dan hadden ze iets van Valère zelf neer moeten zetten. Iets met een accordeon. Wat echt iets herkenning. Maar daar weet jij beter, Trudy. Maar hoe deden ze dat ook weer met die stoffen op elkaar stapelen? Weet jij dat nog? Ja, volgens mij deden ze de mooiere stoffen aan de onderkant plaatsen en de iets mindere stoffen aan de bovenkant. Het is opgesnapeld dat als iedereen er ook van onderen uittrok, dat hij toch weer... Dat zo op die manier ging dat. Dat waren echte marktkoopmannen. Echte kooplui. Echt kooplui. Echt hier hebben trouwens vroeger ook altijd de standwerkers ook gestaan, hè, met de markt. Ja. Dat is prachtig mooi om naar te kijken. Dat zien ook niet veel meer op de markt, dat soort dingen. Ja, daar ging je vroeger voor naar de markt om dat te zien. Maar dat zie je helemaal niet meer. Ja, wat dat betreft is er heel wat veranderd als je zo doorkijkt over de markt. MUZIEK